met Jorrit. Jorrit, goedemorgen. Op de allereerste plaats welkom in de uitzending van Fortuna SCTV. Dankjewel. Je overviel ons een beetje, mogen we dat zo stellen? Ja, overviel mezelf ook hoor, maar dat is zeker zo. Ja, maar op weg naar Almere, inmiddels al een week in Almere. Hoe is het? Hoe is het met Jorrit zelf? Ja, prima. In het begin van de week was een drukke week. Sinds donderdag ben ik hier. In het begin van de week moest ik van alles regelen om het rond te krijgen en te kijken hoe het met de verblijfplaats ging, et cetera. Ja, want dat had zo... Dus ik ben hier... Je had net ook nog een huisje gekocht in Sittard, hè? Ja, ik heb pas een huisje gekocht in Sittard, dus dat was even puzzelen hoe, hoe we dat het beste konden gaan doen. Maar op zich vanuit de club prima geregeld hier, dus dat is prima. Viel het besluit zwaar, Jorrit? Ja, als ik heel eerlijk ben, viel het wel zwaar, ja. Natuurlijk, het speelde al iets langer, dus niet per se iets van de laatste weken, maar het was eigenlijk al een langere tijd. Met de situatie hoe het voor mij uitzag, alleen, ja, weet je, dan blijf je vasthouden aan hetgeen wat je graag wil en dan wil je niet opgeven. Alleen, ja, uiteindelijk moet je dan die keuze maken en die viel wel zwaar, ja. Hoe is het eigenlijk om als cultheld een club te verlaten? Ja, daar heb ik ook geen geheim van gemaakt. Ik moet je eerlijk vertellen dat ik met mijn ouders en met mijn schoonfamilie en zo hebben we het wel zwaar gehad en zijn menig traantje omgelaten. Ja, dat het ons toch wel allemaal echt wat deed en impact op ons had. Alleen ja, uiteindelijk, hoe moeilijk dat soms ook is, moet je wel kiezen wat het beste voor jou op dat moment is. En dat wilde ik eerst niet helemaal aan toegeven als ik eerlijk ben. Want ja, ik heb het een beetje voor me uitgeschoven, maar uiteindelijk, last minute moest toch die knop doorgehakt worden. Vind je dat nu je vertrokken bent naar Almere, absoluut de beste keuze is geweest? Ja, kijk, dat weet je natuurlijk, achteraf weet je dat nooit. Alleen, in het begin van het jaar, met aanvoerder en alles spelen. Nou goed, dan kom je terug van corona, wat natuurlijk, wat je zelf niet in de hand hebt. Ja, dat was soms gewoon goed. Vooral ik op mijn positie stond het goed, denk ik. En dan ben ik helemaal geen opgever en dan wil ik graag je strijd aan gaan. Alleen ja, ik ga natuurlijk wel kijken wat het beste daarin is. En het leek niet op korte termijn te veranderen. En zij wilden gewoon heel graag. Ja, dan ga je afwegen. En liever had ik natuurlijk niet gestapt. Ja, gemaakt als zeg maar aanvoerder Eredivisie naar een kutcompetitieclub. Maar toen ik gewoon een gesprek ben aangegaan bij Almere, liggen toch wel dat ze wel erg ambitieus zijn en veel te bieden hadden. Ja, want als ik het zo om me heen bekijk en luister, dan denk ik dat Almere in één keer een paar duizend supporters erbij heeft. Ja. Ja, dat is wel echt zo als ik eerlijk ben. De overweldigende reacties. En ja, weet je, als je voetbalt en we hebben de promotie meegemaakt en we komen van ver en je hebt 3 jaar Eredivisie gespeeld, dan ga je gewoon in een bepaalde flow door. Maar nu komt voor mij wel echt het besef van, boh, we hebben echt iets super moois neergezet samen en ja, dat maakte natuurlijk de stap ook wel nog een stukje extra zwaarder dat hij binnenkwam. Ja, en ook helemaal te begrijpen natuurlijk. Maar als je die promotie nou eens even weglaat, hè, wat was dan je mooiste moment in de jaren bij Fortuna? Heb je het dan over een wedstrijd of gewoon... Wat vond jij het mooiste moment? Ik kan er 10 opnemen. De derby win. Ja, zal ik er eens eentje opnemen? Ja. De uitwedstrijd in de Jupiler League tegen Jong PSV met 2-0 achterstaan en met 2-3 winnen. Ja, geweldig. Ik pak er gewoon eentje uit, hè. Maar ja, ik denk dat ik je daar ook wel een beetje mee overval. Maar met andere woorden, als ik zo kijk naar de competitie, we gaan je echt wel terugzien volgend jaar in de Eredivisie. Ja, in principe dat is ook wel natuurlijk mijn afweging. Kijk, je gaat natuurlijk wel alleen maar daar naartoe. Als de kans op promoveren groot is, natuurlijk weet je dat van tevoren nooit, maar dat is natuurlijk wel een insteek daarvan. Niet om die stap terug te zetten, maar vooral snel terug te keren. De club heeft absolute ambities, toch? Ja, weet je wat het is? Toen ik hier van hoorde en toen ze eigenlijk heel graag willen, had ik zoiets van, weet je, voor ons thuis Almere, ja, wat zeg je dan nou? Kleine club, klein stadion, wat moet ik daarvan denken? Alleen toen ik hier kwam, dan verbaas je je echt over wat die club voor een stap heeft gezet en nog meer wil gaan zetten. Dus het is echt heel professioneel aan het worden. Ja, maar dat klopt ook wel, want de laatste keer dat we met Fortuna daar voetbalden, toen was het stadion nog open en nu is het al helemaal dicht, om een voorbeeld te noemen. Ja, precies dat, maar ook faciliteiten, een hele nieuwe gym gebouwd, supermooi. En twee lokalen omgebouwd met sauna's en baden, ijsbaden, alles erin gebouwd. 5 trainingsvelden die helemaal van hun zijn, omringd door allemaal doeken, die is echt heel professioneel onderhouden. Hey, we vinden het hartstikke mooi dat we als supportersvereniging jou eventjes mochten bellen. We hadden wel allemaal die brief gelezen die wat je had opgesteld, maar we wilden je toch even horen.
Ja, zeker. Heel leuk. Zeker. Wil je nog iets kwijt tegen de supporters? Oh ja, tuurlijk. Ja, nogmaals. Ik denk dat ik het al vaker benoemd heb, maar ik kan het niet vaak genoeg benoemen. Ik heb een fantastische tijd gehad bij een club wat voor mij gewoon als thuis is gaan voelen vanaf het eerste moment. Dat voelt nog steeds zo, dus dat zal ik nooit veranderen. Mooie tijd gehad, alleen helaas nu een andere keuze moeten maken op basis van mijn, hetgeen wat ik moet doen voor mijn eigen carrière. Alleen ik ga zeker terugkeren als het aan mij ligt, of het nou als voetballer of supporter is. Ik ga zeker terugkeren en ja, bedankt voor de hele mooie tijd en hoe jullie mij hebben opgevangen. Hey, Jorrit, namens de supportersvereniging wensen wij jou nou natuurlijk heel veel succes en bedankt dat je ons even te woord wilde staan. Yes, graag gedaan, dankjewel, we spreken ons. Doei! Doei!